Een leuke plaats vinden om te wonen is in Turnhout niet zo moeilijk. Zowel in het hart van de stad als aan de stadsrand zijn er heel wat mogelijkheden. Maar de realiteit is anders. Gezinnen hebben het de laatste jaren al maar moeilijker om een betaalbare woning te vinden. En dat is niet alleen in Turnhout het geval. Met de actie Ieder Stem Telt op de Zaterdagse Markt wil Tantwoord, de armoedeorganisatie van Samenlevingsopbouw, het probleem rond betaalbaar wonen meer bekend maken. We hopen hier vandaag niet de grote maatschappijverandering te bekomen, maar wel mensen er nog eens heel attent op te maken van dat het toch niet evident is vandaag. Gezien de hoge huurprijzen, de woonkosten swingen voor heel veel mensen de pan uit, een heel grote hap uit het budget. En dat is zeker voor mensen in armoede geen evidente zaak. Tantwoord, de organisatie die armen het woord geeft, deelt tijdens de actie fruit uit, waarop een boodschap is geschreven. En spreekt de bezoekers van de markt zelf aan rond het probleem. Wij doen vandaag een actie rond betaalbare woningen in Turnhout. Je ziet daar onze wachtlijst van sociale woningen, die al jaren langer en langer wordt. Ook de energieprijzen die uit de pan springen. Ludo van Laar is vrijwilliger bij Tantwoord en kent het probleem maar al te goed. 20 jaar geleden verloor hij zijn job en alsof het noodlot helemaal toesloeg, werd zijn dochter te vroeg geboren. Omdat de ziekenhuiskosten voor het jonge koppel hoog opliepen, konden ze zich geen kwalitatieve woning veroorloven. Ik wens mijn grootste vijand natuurlijk als we die 10 jaar gewoond hebben. Alsjeblieft. Ja, het staat eigenlijk echt erop te wachten. Dan één misstap. En je zet erbij. Want ze zeggen dikwijls, die mensen die in problemen zitten, ligt aan hun eigen zelf. Ze zoeken er zelf, ze hebben een gsm, ze hebben alles wat ze willen. Maar een huis kunnen ze niet betalen. Maar bij sommigen kan dat misschien zo zijn, maar bij een groot deel is het zo niet. Ludo is dus duidelijk niet de enige die met het probleem te maken kreeg. In totaal staan er in de Noorderkempen alleen al bijna 2300 gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning. Ook de Huurdersbond bevestigt het tekort aan betaalbare woningen. Dus doordat het aantal huurwoningen in het algemeen aan het inkrimpen is, moeten huurders noodzakelijkerwijs eigenlijk een toevlucht nemen tot slechtere woningen op de huurmarkt, die dan nog min of meer betaalbaar zijn. Verhoudingsgewijs zijn ze natuurlijk nog te duur voor hetgeen wat die woningen te bieden hebben. Maar dat maakt dan ook dat wij ook vrij veel vragen krijgen met huurders die kampen met vocht en schimmel, problemen met elektriciteit. Dus eigenlijk vaak problemen waaruit blijkt dat die woning niet voldoet aan de minimale kwaliteitsnormen. Tantwoord en de organisatie Samenlevingsopbouw wil met de gemeenteraadsverkiezingen in oktober in het vooruitzicht dat er ook op politiek vlak meer wordt stilgestaan bij de problematiek. Ze hopen door de partijen aan te spreken dat die het in hun partijprogramma opnemen. Wij willen eigenlijk dat de thema's waar dat mensen van wakker liggen, mensen die het moeilijk hebben vandaag, dat die hoog op de politieke agenda komen. En vaak liggen mensen juist niet wakker van de heraanleg van een markt of van de opening van een zwembad, maar wel van de lange wachtlijst op sociale huisvesting. Mensen willen eigenlijk een dak boven hun hoofd en niet meer afgesloten worden van water, gas of elektriciteit.